Hoe een klant die helemaal vast zat in zichzelf weer loskwam door een klein stromend riviertje. De metafoor ervan in ieder geval. We liepen langs zo'n klein riviertje die we hier in Brabant heel veel hebben en we kwamen bij een brug. Hij had mij verteld hoe hij op verschillende terreinen in zijn leven vast zat. In zijn relatie, op zijn werk, met zijn kinderen liep het niet. Nou ja, in ieder geval, hij zat vast in zichzelf. Ik liet hem drie voorwerpen zoeken die konden drijven. En we hingen over de reling en hij liet ze één voor één los. Bij ieder voorwerp hadden we een gesprek waar het voor stond en wat dat deed met hem. En als hij het losgelaten had, liepen we naar de andere kant van de brug en keken we hoe het onder die brug door verder dreef. En zo ver dat hij het op een gegeven moment niet meer kon zien doordat het door de bocht ging. Zo deden we die voorwerpen alle drie stuk voor stuk loslaten. En toen hij naar huis ging, zei hij zo gekscherend van ja, nou ik zal het allemaal wel loslaten. Ik zal het allemaal door de wc spoelen. Ik zeg prima, doe maar. Maar het mooie was, de keer dat hij daarna weer kwam, vertelde hij hoe er toch iets losgegaan was. Hij zei, telkens zie ik weer dat riviertje voor me en hoe makkelijk het eigenlijk is om iets los te kunnen laten. Mooi om te horen natuurlijk. Ja, daar word je als coach toch blij van. Dat is niet anders. Ik zou zeggen, probeer het eens uit. Natuurlijk alleen als het te pas komt. Succes!